aan een schaar. Schaafwetsel. Schaar ook gewoon, hè? Niet een schaar. Schaar, dat is nog viezer. En doe geen qualifying. Opa, zo. Race distance. Maar hij heeft de qualifying gedaan en ik mag rijden. Want de stijl is 22ste, hè? De stijl is 22ste. Oh fuck, ik heb de... Ah, kanker settings er niet goed. Oh, zo goed. Paspoort. Burg van Rotterdam. Welcome to the Baku City, ja. Sir. Ik ben er trots op dat je nu echt een Rotterdammer bent. Nee. Echte Rotterdammer! Echte Rotterdammer? Nee, in plaats van zo zou het een echte Rotterdammer. Zo moet het uit. Dat is een Antilliaan of zo. Ja, die wonen dat ik zat, man. Volgens mij meer Antillianen dan de Nederlanders. Nee, hoe je dat gaat, man? Wil je ook een stimulhuis? Oh, lekker. Ja. Ik ben nog heel weinig aan de handen geweest, dus dat is allemaal heel. Er is heel weinig het handen. Goed zo. Trash control. Daar heb je een miljoen beetje aan, hè? Dynamic racing line. Oké, okay, right. Ja. Je wil altijd een automatische versnelling pakken. Doe maar eens een automatisch. Dat is fijn, dan moet je een plukken. Nee, dus eerst eentje automatisch. Dan ga ik daarna een keer. Oké, nou. Veel met gevoel van met de auto. Lijnen, zodat ik even de baan kan. Ja. Maar je moet. En remmen ook, hè? Je moet in principe, ja, misschien is dat wel handig de eerste keer. Om te rijden, eigenlijk gewoon elke keer dat ik het circuit doe, moet ik iets uitzetten. Maar nu is het een probleem, want... Oh, ze zijn op easy. Oké, dat is goed. Wacht, is de stream al begonnen? Nee, hè? Nee. Oh. Nou, heel leuk, die hele hand. Het ruikt op de stream, hè? Nou, kijk. Ik had ook altijd de hele hand in de aanbieding bij de Albert Heijn. Zijn we aan het kloppen? Is het beter dan die zwart plus? Dat is niet de nieuwe ja. Oh. Zullen die Williams het praten of niet? Is dat ja? Nee, het is niet meer. Nee, dat is gelijk zo, hè? Die Williams. Oh, ja. Oké, okay. Gaat u maar in de zetel toch? Ja, wordt ook een. Pa. Laat me even met je voeten zodat je die goed voor je hebt staan, hè? Ja, maar die pedalen, die schuiven, kun je geen matje eronder leggen? Nee, daar moet je een beetje aan wennen. Dat moet je kopen, man. Het kost 50 cent op de markt, kun je een slipmatje. Ja, dat is misschien wel beter, ja. Ja. Je moet een beetje met je te hakken die pedalen vast. 50 cent, dan, okay. Ben je, dan is het klaar. Dit is weg. Ja. Tering, ik kan het niet goed doen. Ja, daar wen je wel aan. Ik denk heb je de vorige keer ook gedacht dat hij hier was, of niet? Ja, maar dat schuift zo af. Ik ga maar even korte track. Oh, je hebt geen setup, Wacht. Dan ging het daarom ook eens weg. Ja, gewoon een beetje weinig winkel op voor je. Dat is wel goed. Hier, gas settings. Dan ga je hier naar E. Ik weet niet meer waar. Hier. Dat is wel een mooi stuurje, nee. Ja, waarom Ferrari is hier in een. Staat die al, Baku? Dus dit is al. Ferrari sponsort Red Bull. Ja, eigenlijk wel. Kan het wel, nee. Dan ga je gewoon een beetje oefenen en dan komt het vanzelf. Gewoon rustig eruit. Dat is een beetje oefenen, ja. Ja. Dat is een regenbaan of wat? Ik hoop niet. Hij strekt niet. Nee, dat ook niet. Nee, natuurlijk niet. Ik denk dat je deze ook heel erg fout. Ja. Vol gas geven als je niet in de rechte lijn staat. Ja. Daaronder bevestig je mee. En dit is cold brain. Twee pijls. Ja. Weet je nu wel, hè? Ja. Even scrollen. Die kun je scrollen. Ja. Twee pijls. En dan is die X. Dus dat is die X. Ja, oké. Aha. En dit is die. Ja. Break it as. Vent. Gas op. Hij zit ook wel vol gas te geven, hè?
lekker bandje. Even hier maar schieten. Nee. Druk. Ja. Nee. Van, oh. Nee. Oké, vol remmen. Dat ga je niet meer redden, denk ik. Oh. Ja, oké. Gaan we terug naar de pitsjes. Wat een zeik zeg. Oh, maar hoe op mijn tenen? Even nieuw set bandje stonden. Wat is dit voor belachelijk merk eigenlijk? AOC, dat is een goed merk. Is dat Pols? Gewoon merk? Ja, gewoon bij mij thuis. Maar dat is hetzelfde paneel als Martijn heeft, alleen niet steeds nieuws gebouwd. Maar set super scoop. Heeft Martijn hetzelfde merk? Nee, hij heeft een LG, maar dat is allebei een LG paneel. Er zit in al die 34 keer widescreen monitor. Aha. In hetzelfde paneel? Ja. Oh. Alleen de calibraties anders. Daar heb ik me laten vertellen. Heel rustig. En hoe doe ik dan? Kijk, dit is een heel kort stukje, dus je moet eigenlijk, dan moet je meteen verstappen zit voor je, dus je zal het even voordoen. Kijk, als die lijn, als die geel wordt, dat betekent eigenlijk rempen. Als die rood is, moet je al aan het remmen zijn. Nu is die groen. Ja, nu ben je lekker op het geld, dus je moet je voet kijken naar het stuur. Ja, dit is een flinke breaking zone. Ja, is goed. Een beetje af van Max staan. Ik kan hier wel vertellen. Zijn we aan de foto op? Nee, doe maar replay, hè. Oh, replay. Nee, boos. Moet je dan maar gebruik van maken. Dat is practice sessions. Tempo! Je hebt met een. Dat is wolk van het ding, hè? Meer rond als koetsje. Goed! Oh, laat me eerst gewoon even proberen. Ja. Gevaarlijk. Het is een heel gevaarlijk gebied van de baan, in deze sector. Heel smart deel. Mooi, mooi deel. Van Baku. Ja, je merkt het. Kasteel, dit is. De bochten niet snel sterk genoeg aansnijden. Ja, hier moet je echt met het stuur gooien, ja. Dat is echt zo'n koosje. Oh, tering Paul! Ga maar mee met die downforce. Hoe, nu niet. Ja, alle tweede wielen eraf. Nee, dan maar eentje. Tering Paul, hè? Wat moet je doen? Dit is dus de rijschool van de Sika. Nu gaan ze naar Baku. Met een raar circuit. Dit is een lastige bocht. Oh, tering! Event. Oh. Oké, kijk uit. 150 meter bocht. Hier op de rem, op de rem, op de rem. In zijn drie hier langs afsnijden. Gewoon een flinke curve mee pakken. Vanaf hier is het eigenlijk gewoon vol gas. Dadelijk heel flink met zuur gaan gooien. Ja, dit gaat niet redden. Tering, Paul! Dit is een hele snelle bocht, je komt niet met 300 weg. Ah, dit is een puntje. Ik zal me gewoon even binnen gaan, want je hebt een front liggen. Dan heb ik een 85 met een potte achter. Lekker kant in de pits. Moet die dan even draaien. Nu links komt. Oh mijn god. Even bij die bocht die pit aan te gaan. Hij vet even van de baan af. Ik heb wel een keer goed speel. Wow. Mooi. Waarom drie plekken wil ik dat doen? Kijk, ik hoor niet spiegels. Waar zijn spiegels? Oh, daar. Rechts. Yes! Da? Hij is niet weg. Nee? Dat vindt hij alleen maar mooi, hè? Battle, hè? Dit is het mooiste die je eraf kan rijden. Wat zou hij even doen, ja?
He is crazy! Ja, wat zei hij ook alweer? He's driving like a madman. Ja, nog een van die rare dingen. Met de pingpong en... Ja, pingpong! What are we even doing here? Pingpong or racing? What are we doing here? Honestly, guys. Is it pingpong or scheiß? Ja, yeah, obviously, he was driving like a madman. Came through like a torpedo. Maddox Ricciardo. Kijk wat een idioten van pit engineers zeggen. Je hebt de blankets om een lekke band te doen. Denken ze dat we hem kunnen redden. En repair. Kijk even. Ja, de frontwing hebben ze gerepareerd. Nee. Wat doe je dan? Dit zijn dezelfde banden als net en ze zeggen dat die gewoon nog goed zijn. Een rare leuk. Oh nee, dit is een nieuwe set supersoft. Die is geweest, zie je dat? Doe maar terug, ruim naar buiten. Heng, 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 heng. Nu even rustig, hè? A. Dit? Nee. Oh, teringvolk. A is rechts onder. A is rechts onder. Teringvolk. Zo. Twee seconden controle en je hebt twee wielen eraf. Ja, maar je ziet het. Vind ik knap. Je ziet het. Ik weet dus niet hoe stijg ik die bocht aan moet maken, want het klopt ook niet helemaal met stuur volgens mij. Tering voor. Tering! Ja, dit drukt zo. Dat is het hier vlek. En nu gewoon hier. Slaat kan? Wie eens? Nee, nee. Tering voor. Ik. Maar zijn vier. Wacht, laat mij eens even. Tering voor. Basically. Hij moet nu wel een goed timer. Het ging eigenlijk fout. Volgens mij stond je op het gas. Oh, stond je op het gas? Oh, hier ben je aan het insturen. Kijk. Deze blok hier. Flink insturen. Hier. Oh. Dan raak je die muur, hè? Dan ga je 300. Ja, maar je snapt dat. Ik snap niet hoe... Nou, ja. Hier wil ik curls beginnen. Komt nog geen kut van hè? Die hoef je maar een klein beetje te doen en die gaat al helemaal zo. Ja, dan moet je met hem hebben. Die kan niet hebben dan ik wil gaan dit zwaaien. Doe het thuis heb je volgens mij ook moeilijk om. ABS is wel fucking OP trouwens. Ik kan het schelen. Wat de fuck, Wayne? Oh, ik heb gelijk wel. Hij kom maar weer, hè? Ja, hij moet even liefst. Ik zet je wel moeten terug met stuk waar je naar uit kan. Dat
Boah. Kom maar. Gewoon het gas en dood, kunt hier op trek duwen en dan ga je weer. Goed? Ja. Ja, nee. Tering ballen! Tankslap! Ja, dat moet niet. Kijk, zoveel lekker banden. Ik heb continu lekker banden. Ook op die weg. Te laat! Heel insturen. Echt weer. Deze video mag je straks verwijderen. Iets te veel tering. Cool. Niemand weet dat jij het bent, hè? Streamen, man. Wat jij hier fout deed, was het voel in het gas gaan. En daar heb ik een tank staan, want daar heb ik zo'n gas op niet gekost. Racing line. DRS, DRS, DRS. Dan was het een keer. 125 meter. Ik zit in deze zon, hè? Tering, Polen! Ja, dat was waar je moest remmen, vent. Nee, nu ben je gewoon gone, hè. Je hebt hem te vroeg gereplayed. Te laat, eigenlijk. Nee, nu nee, hier. Nee! Tering! Ik heb maar een garage, dat heeft geen zin meer. Ja, nu replay je hier. Dat heeft dus zin, dat heeft zin, hè. Je is zo kapot. Kijk maar, hier de ophanging is gewoon weg. Oh. Het is trouwens niet meer te kijken. Hè. Hij leeft nog. Die volgende is weer gewoon. Ja. Ga je altijd van de baan knallen. Ja, dat lukt niet. Hij is niet weg. Ja. Komt er nog een, hè? Links, links, links! Het is button! Hij heeft een overtake gedaan! Dat kan toch niet? Jawel, want jij bent de vent die de gezeik veroorzaakt. Jij hebt het weer een keer. Drie banden naar de honden. Hoe krijg ik het voor elkaar? Komen ze! Dan parkeert hij hem gewoon achter je. Nee, dat is een grond in de dag. Ja, maar. Dan moet je iets anders zien. Ja,
my chance. An interesting practice session there then. Let's remind ourselves of the top three, who are Rosberg, Vettel and Kimi Räikkönen. Vettel. Thank you for joining us for free practice. Die Duitsers en die Finnen allemaal. We'll be back with more Formula One action very shortly. Wil je eens restarten? Je moet nu even heel veel oefenen, ja. Dat doe ik naar boven. Dat doet niks met die rode. Oben. Nou, dat is geen start, man. Dat is gewoon een startbouton. So, mein kleiner Matrose, sag mir mal. Sie machen meinen Hut, ja. Nehmen wir das Wort vor, Marc. Mit die Füße rein. Oh, ein bisschen. Und du darfst dann nicht in die Nippe, du darfst. Was wir dann tun? Tering. Het gaspedaal, dat is een analoog pedaal, dat is niet een aan-uit knop. Dus je kunt tussen die 0 en die 1 kun je gewoon variëren. Een oneindige variatie aanbrengen eigenlijk. Maak daar dan ook gebruik van, zou ik zeggen. Niet alleen maar vol gas geven, vol remmen. Maar het wel een groene gedeelte voor je. Ja, niet bij alle. Heel belangrijk dan als je auto in de rij staat, mag je niet voor de gas geven. DRS. Oh, dat is heel erg. Okay. Snelweg. Het is iets te enthousiast rondje af en toe, die mag verstappen. Had je ook gelezen? Wat? Dat een enthousiast rondje. Rondje? Ja, ja. Wie zei dat? Horner. Dat is een enthousiaste Labrador. Teringpool! Helemaal nergens op. Spa. Ja. Oh, hier is nog een gat. Het was een uitgekomen. Oh ja. wat heb ik nu fout? Ik heb een idee. Geen is even recht op dat stuur en ik geef meestal die pedalen. Eens dus kijken of dat wel te snel flex spoelt. Kan niet meer, hè? Is daar? Wacht, iets is terug. Nee, Van, die heb je het weer gebruikt, hè? Oh, kentzooi. Maar ja. Reverse. Oh. Nee. Oh. Oké, terug. Goed. Achteruit. Ben jij helemaal doen? Dat ben jij helemaal doen, hè? Vuile hond. Enthousiaste hond. Oh, dat is een fucking automaat. Okay. Ja, dan moet je gewoon zien wat terug leren. Doe maar terug. Wel ietsjes na het ongeluk, hè? Hier, waarom druk je zo snel op die knop? Thank you.
kwart van de oude. Dat was het klasse. Dus ook les, hè? Ik weet niet of jij dat gedaan. Ja, dat was wat ook al gedaan, dat je alleen maar stuurt. Ja, echt alleen de eerste les. Die hou je pas wel diep naar de groep, dus je moet wel even zo op de baan blijven. Niet in de muur raken! Ding! Je moet hier een hele soepele lijn pakken, want als je dat als je te laat instuurt, dan drijft het weer naar buiten. En dat is wat net gebeurd is. Sorry, nog? Dat je moet echt goed die lijn volgen, dus van echt van naar buiten en dan naar de airbag sturen. Ja, ja. 200 uur is anders, dat is weer heel groot. Kijk, hier moet je hem agressief aansnijden. Verder insturen. Hij is niet kapot, hè? Oh, wat komt er aan? Ja, hij is wel kapot. Als je het stuur omhoog zet, je die lijn weer echt weg. Maar niet zo schielijk. Je had het eerder moeten insturen. Want je was van de lijn af voordat je ging corrigeren. Ja, ja. Curves lekker afsnijden, hè. Dan gaan we daarvoor dat doen, hè. Dat moet ik absoluut. Ja. Ik jou door. Fuck. Vond ik het wel, hè. Ja. Nou, ik had het vroeger. Maar was wel een hele typische... Was dat niet daar? Vent! Maar was dat niet precies daar ook gebeurd bij de echte Jado? Hier. Ricciardo was volgens mij wel. Die was niet gecrashed. Volgens mij wel. Doe maar precies datzelfde punt. Is Ricciardo ook gecrashed? Of de bocht ernaar? Tering. Te laat geruimd, sorry. Lijn volgen, niet insturen als het kan. Oh, wat doe je nou? Iets te hoekig. Moet de flow mee. Kom maar af hier. Veel te hoekig. De mooie van de rij. Absoluut van de SBA. Veel te moeilijk. Ja. Nee, ik kijk maar een beetje. In Polen. Curbs. Hé, hey, waarom replay hem nu zo kut? Durf terug. Niet te vroeg replay, hè. Nee! Ja, hier, op dit punt. Echt. Ricciardo had ook nog iets met het circuit, ja. Die is ook, Nee, die is toch niet juist. Zeker wel. Anders is het in de vrije training. Sorry. Tering! Polen! Hey, dat is... Hoe is het moment dat beter uit?
schrok ik al. Fuck that. Kom hier met het ding. In die mond. Dit is super dichtbij. Ja, kut! Raikkonen fast slap 100. 164. Kan dat? Die andere vette duwen volgens mij eraf. Ja, zie je dat? Volgens mij word ik geraakt door... Ja, Max die zit me te raken, die lul. Die is gewoon Max. Fucking Max. Ik heb Max achter me. Zo. Je hebt 2-0 verzaakt. Of ja, met Max samen. Nee, Max heeft het verzaakt. Kut Max. Altijd Max hè. Tering Max! Lekker op je plaats hier, hè? Het is ook een ander spel, hè? Dit Project Cast. Die ook spelen. Doe dat Project Cast. European Truck Simulator. Ja. Thank you.
Nee, dat is gewoon niet zo hard rijden. Ah, skateboard, hè, die zijn toch handig? Ja, pas met de crash heb ik een 10 uur ontdekken. Komt er een beetje. Een beetje beter. Ah, nee! Nee, door. Ja. Gaan we nog even kijken? Dat kan ze toch terugzien. Dat is kut. Ja, nee, dotering gezakt. Het staat geur, schreef dan op. Ja, waarom die gaat er met zijn oma kijken? Wat zeg ik nu? Wat zit hij al helemaal? Erik Molen. Oh, dat is in jouw goeie. Oh, nee, nee, nee. Ik moet hier gaan remmen. Break, 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 break. I'm gonna fucking break. Break, break, break. Art, art, art. Break that body. Nee. Zuschauer, wir sind hier am Trek in Baku mit Driver-Schule, der Sieger. Und jetzt am Steuer ist, da dürfen wir ihren Namen eigentlich sagen. Nein, das ist nicht. Das ist der Teringpol, das ist nicht erlaubt. Seine echten Namen auszusprechen. Ja, das ist auch nicht so ein guter Fahrer, weil ihr seht, er ist mit dem Frontwing gegen den Wand gedetzt. Aber er hat ja keinen Fahrerschein, ja, der Führerschein. So man das ein bisschen begreift, dass er schlecht fährt, ja. Ja, das war trist. Staat hier verstil. Kijk, dat is een bocht, hè. Dat is een bocht. Dan de uitdaging krijgen. Dan niet veel gas proberen te geven. En jij slot mijn stuur niet. Sam, het is wat amuseren. Ik zal het doen, hè. Jij was dat voor zo. Nee, die bocht is goed. Dat zou ik ook denken. Wacht, dat is goed. En nu ga je hem slijmen. Oké, okay, deze is niet vooruit. Hammer. Te laat. Fuck. Dit is de Hamilton crashbocht, hè? Ja, dat was gewoon een hemeltje. Hamilton. Een hemeltje. Hamilton. Die doen weer kut, hè? Die doen ze niet. Die geeft het gewoon op. Hey, je kan ook een tracker minder kutte bocht hebben, zodat ze even. Het is echt een fuck circuit, besef ik meer. Ik wil Italië of zo, maar heel erg bocht. Ja, zeker. Ik heb Sebastian. Sebastian, ja! Sebastian! Wat komt er naartoe, mijn jongen? Goed. Een Deutscher, Sebastian Vettel. Sebastian. Der hat es versagt. Sebastian. Little Sebastian. Okay, jetzt gehen wir einen Quick Race machen und Tür zur Polizei anrufen. Jetzt. Fuck! Warum sta je daar? Ik dacht dat je telefoon leeg was. Welcome to the Baku City Circuit. Fuck off. Yeah. Jump. Water, eh? Chinaman. What? Rosbray. L'Espagnol. Monaco. Monaco. Dat kan ze even niet meer, hè? De Monaco Grand Prix. De Monaco. Welcome to the calm and easy Monaco Grand Prix. Canada gaan ze even niet doen. Azerbaijan hebben we net geprobeerd. Austria. Hongarije doen we ook nog niet. Germanië. Belgium. Italy.
Singapur, nee, das ist noch Kette. Malaysia, boah. Oder America. America. Also technisch superior. Ja. Ich sag, wollte ich beginnen mit Italien. Oh ja, das war echt een doorrijden. Dat is gewoon doorrijden. Dan moet je doorrijden. Wat doorrijden? Dan moet je doorrijden. Oh. Kom je doorrijden. Preferences. Right. Is het allemaal goed? Ja. Oh ja, stop. Oh. Stefan! Zit me in de zuinig te slopen? Waar heb je die pijl gegooid? Zo. Italië. Oh fuck, het regent. Kutzooi. Ja, dat wil ik. Fuck. Dat was dus weer niet de bedoeling, hè? Wat wil je nog even? We zitten erin! Dat is niet meer luisteren. Waarom moet je al die Japanse geluiden proberen te maken in de microfoon? Dat is helemaal niet grappig. Wat wil je? Die is er niet. Is any of you cars out on track? We should consider getting out there. Ja. Hij heeft het gezien. Er staat 0 viewers, maar hij zat stiekem te kijken. Die ghost viewer. Ja, fuck. Je bloody mongol. Quick race, okay. New, yes. Straya, nee. Straya. Ja, veel wel in Nederland. Nee, nee. Die oude van Daniel ken je niet al, hè? Ja, dat was geen. Dan gaan we dat eens even goed uit, hè? Want dat was gewoon kut. Clear. En niet. Shit, bro. Dat is ook stom, hè? Dat is gewoon dit. Zo. Eerst maar verder. Nee. Denk ik wel. Come on. So before the off. Ja. Kanker. Nou, ik ben nog niet begonnen, maar ik draag de race alvast op in Timothy. Ja, de race is. Het is helaas een fout gegaan. Oei. Japan. Nee, dat is van Japan. China. Canada. China. Helaas is er geen practice session in de Rossi. Het is momenteel een free lap race. Succes. Die mag goed leggen bij de survive show. We zeggen start die race. De rechterpedaal inhouden. Dit. En los als het goed wordt. Ben je fit met de baan? Ja, wat de Dat is een 6 crash hoor. Oh, oké. Okay. Wow. Dit is een briljante crash. Dit was mooi. Wacht. Moeten we even van deze perspectieven bekijken. Dit is Maar, volgens mij dat deed ik zelf niet hoor. Dit is Max. Dat was iemand achter me. Ja, dat. We kunnen het vanuit alle auto's gaan bekijken. Oh, van India. Alles naar de tering past. Dat was zeg. De hulp was volgens mij. Hier. Was het offending hardcore? Al die handjes zijn van, what the fuck are you doing, man? Dit is hem. Oh, dit is Gutierrez. Die andere, Perez, die andere Spanjaard, Mexicaan. Ik ben benieuwd of Timothy nog iets zegt in de chat. Nee, die heeft niet kijken. Dat is 0 views. Nee. Oh, dit is hulp. Ja, dit kan hem worden. Oh, dat is knap hier. Ik denk die haas kan ik hebben. Hoppa, nu ben ik binnen dan. Kijk hier. Max pedaal in die klink, daar komt hij. Hallo! Wacht nog een keer verergerd. Ja, dan moet je eigenlijk even de andere camera zien, van buitenaf. De televisiecamera. Hij wil het wel. Oh, dit is een mooie view. Gaat snel, hè? Echt snel. Allebei de Red Bulls verzaakt, hè? Ik ga hem naar voren in het veld eigenlijk. Die rijdt vanaf aan de delen van zo'n massa.
man die zijn camera pakt. Oh, fuck. Massa zijn camera. Hier, dit. Dus hier komt het veld. Je ziet er al van alles gebeuren, hè? What the fuck zijn die mee bezig? Welke goede start en dan zit jij daar, samen met Max, dat gaat helemaal fout. Zit jij rechts of links? Is het rechts, hè? Je zit van de baan af. Wat is dit allemaal? Stop je met name aan de telefoon. Wat gebeurt? Die zitten te kijken naar wat? Je zit er niet. Jawel. Hoe kan ik dan 0 viewers hebben hier? Dat is Martijn, jongen. Die is helemaal niet aan het kijken. Hier. Wat ben jij? Hier gebeurt al iets. Oh, daar is hij eigenlijk al. Oh, nee, dat is wel die gekke Mexicaan. De rest doet dat. Hier, dit is Perez. Oh ja, die ramt knallen. Die punt, Max Verstappen. Ja, en dan spin, Max Verstappen. En die knalt er tegen jou aan. Ja, nu krijg je niet een beeld. Hier, dat willen we niet. Oh man. Kijk hier. Oh, dat is een ideaal beeld. Kijk. Oh, wat mooi. Fuck, wat mooi. Je hebt een Ferrari in beeld. Hier moet je een Mexicaan in beeld hebben. Daar, hier. Ze kunt maar Mexicaan weer. Oh. Kijk, Mexicaan die doet dat, hè. Jij spin. Twee Red Bulls, allebei. Jezus, oh. Wow, die is mooi. Ja, dan komt die andere voor zijn in ook. Jij knalt het 150 meter bocht eraan. Ja, schitterend beeld. Hier gebeurt ook iets. Dat is een secundaire cash, hè. Pas op. Mercedes, ze zijn gewoon omgesprongen door. En dan wanneer ze beginnen het fout te gaan. Oh, dat zou het eigenlijk wel. Hm. Oh, dit is gewoon het van de crash van de vieren. Komt de Red Bull, die komt er vanaf die kant. Dan komt hij zo terug. Hop. Dit komt hij. Dat is een andere. Nee. Ja, laat maar. Hè. Kom maar. Een paar hazen. Oké, okay, dat gaan we zo zeggen. Verwerp die hele meuk maar. Opnieuw proberen. En dan blijft erin. Oké. Okay. Begin maar opnieuw. Auw! Ik dacht op X houden en dan ga je weg. Het is niet gehouden trouwens, als je ziet. Ze moet weer naar een andere organisatie. Het gaat fout. Zo. Slow. De Mercedes in gevecht. Dat is een Kaksoi. Dat was goed eerst hoor. Nee, dit is iets minder goed. Niet te snel terug, niet te snel activeren, hè, die recall, dat is meteen van zaak. Ja. Drop het gas. Oh nee! Dit is niks meer. Niet te snel terugsturen, ik ga het meteen fout. Ja, dat weet ik. Boerbocht. Oh. Iets verder teruggevoerd, geen idee. Passeur! Oh! Ik heb geen enkele band, ik kan het door. Zeker dat het wel is in een really bad state. We need you back in the pits this lap. Ja, zeker. Doe maar gewoon helemaal nu. Dit is echt. Nu kan al. Nou, we zijn er wel, hè? Er ligt van alles op de grond. Gebeurt hier van alles? Yeah,
Nee. Heb je sinaasappelsap? Dat is toch het eerste wat je moet hebben hier? Ja, dat is het. Oei. Oei. Nee, alleen zie je. Oh! Spannend, niet? Maar dat is wel, hè? Nee, niet aan doen. Dat is niet goed. 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 Ah, maar door je grindbak. Ik zal dan een beetje sneller doorbouwen. Dan moet ik toch niet anders zijn. 5 meter op. Gaan we staan. Insturen. Blijf je uit die grimbak, jongen? Ja. Something's wrong with the car. In the soundtrack for now. Hoeveel laps heb je gedaan? In de second. Jezus. Hey, wat een man. Zug. Komt u kwaad lijken? Zug. Nul. Oh, oh. Nul. Precies, no viewers. Hey, Purple Mill Sector, hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Ja? Purple Mill Sector. Met de lesmoes erbij. Hey, dat is een lastige daskari. Vrij hard erin. Ja, maar hier eigenlijk een pas op geen voorraad zijn. Junior. Maar dat een vaste Mill Sector. Ben doen! Het is al gewoon kut. Fuck you Verstappen. Ja, dat is. Oh, ik heb Verstappen teruggepakt, per se. Wacht, hey. Ja. Hey, wacht, ja. Ja. Gaat er helemaal niks meer fout. Nee, is prima. Ik rij geweldig. Ik kom lekker van de laatste straat. Ja. Nou, laat me. Nu al, terug. Niet de mix doen. Nu mix. Maar hier ben ik de frontwing op kwijt. Shit, het gaat meteen verder. Voor zo'n klein moment even een opslag op, rem eens af. Ja. Zeg, is het niet te kijken of wat? Staat 0. Ja, dat staat 0. Hè? Want dan zijn het 0, ja.
Dat gedoe op Baku. Ja, dat was ik eigenlijk bereid. Niet beter als maar. Oh, jezus. Zullen we nog voor het kaas in? Wordt nee, mee. Zullen we maar weer starten? We hebben toch een vet gehad, we blijven bezig. Voor illegal overtake. Nee, wat doe je nu? Je had hem zo goed genomen. Oh ja. Oké, okay, half gas. Netjes. Nee, dit is vol gas. Zit in een lekker lekker. Vol gas? Ja. Dat is een one way to pak je vol gas. Op de bocht. Ja, we hebben de bocht ook. Rustig. Maar dat gebeurt dus ook niet vaak. Ja, mee. Toch moet het hier. Graag, hè? Nee, dat moet hier niet. Hij breekt uit! Loslaten! Ja, dat is omdat je een rijles hebt gehad. Hè. Dan denken ze, ja, als je dat doet, dan moet je een gas loslaten. Je hebt hem weer geriep in de bocht die eigenlijk goed had gedaan. Eigenlijk, hè? Pas op, hè? Meteen in het begin. Goed, half gas, niet vol gas. Goed zo, dat is goed. Heb je daarmee een tekening hier? Oh, nee. Oh, dat was niet tegen de hand. Oh, je tiffers! Kijk uit naar de replay nu, hè? Tiffers, sorry. Niet snel replay. Even wachten.
Jesus. Man, dat is toch richtig zo. Half. Vol, juist. En nu denk ik als guy. Deze bocht, kijk op die mijn uitaxel reageert. Oh, dat was een mooie bocht. Niet de pit in. Dit is een hele moeilijke pit, hè? Ja. Kijk, daar doen we het voor. Fast slap, dan word ik. Rustig, hè? We zullen een beetje leren dat pas los te laten hebben. Oh, en ook, je hoort ook de publiekje uit. Als je vooraan ligt. Hij is nog steeds niet. Wat is dit? Bijna, jeetje. Hey, kan ik dit ergens stoppen? Wat? Ik kan hem hier, spullenbak. Hij zit heel kort. En hang hem daar, dan gaan we weer weg. Maar hier. Fuck, weet dat. Dat je slaap bent.
Nou, let's go. Ja. Dat je er weer vaart, wie varen. Ja, Korsikas is ook best leuk. Ja, niet, dat is Farah. Allemaal die vaarreder. Oh, dat brengt hij weer uit, hè? Oh, remember to finish first, your first set to finish. Zo is podcast. Ah, dit kan hij niet leuk zijn. Welke wedstrijd was er ook weer? Een laatste, hè? Ja, dat zeggen ze wel altijd. Dat is een eeuwenoude racingwet. Ik ben wel eerste, maar ik vind het first, je first set. Hij is lap 2 al, en nu zit hij eerst, maar ik op zich best wel knap. De ja. Beste netjes. Stijle vooruitgang. Stop met de Ascari nu. Dat is langs de achter je uit. Doe eens even door. Zek! Hoe ben je die hele Ascari hier even nemen? Nee. Hier, de remmen zal het hem zijn. Het is lekker vettig. Dit is al een beetje gas te geven. Ja. Ja, netjes. Juist. Hier lekker veel curl in pakken. Dat is echt een bocht waar die rijen verkeurd zijn. Oh, ik zie de Mercedes naderen. Oké, pak hem door elkaar. Die moet ik zijn bocht. Zo, die is snel. Ja, die is snel. Kijk. Mooi hoor. Maar de Mercedes long. Nee, de Mercedes long niet. Die is weg. Oh, Perez zit vastgeslept. Kijk. Oh my god, we have a problem! Even kijken. Ja, je moet wel je gedachten erbij houden in een auto. Zo. Hoppa! Je moet nu al volgend remmen zijn, 150 meter. Als je nu een stuurtje rek houdt. Ja, en dan vol die remmen douwen. Hey. Niet op het recht houden, niet op het gras. Ja, dat is bijna het recht houden. Ik ben nu al vol een rechtse stuur, hè. Kijk, zo. Kom ik net hier uit. Dat is een ormetje. Oh. Oh. Wow. Yes. Je hebt het Mercedes. Oh. Ik denk dat je een beetje op zijn Maldonado zou rijden met ja. Best. Best hoor. Best met Maldonado. Best hoor. Kijk eens! Kut! Kut, sorry! In de eerste Lesmo, die gaat nog goed, maar het stukje krijg je die tankslap. Fuck! Die koning heb ik voor mij dadelijk dat je rijdt. Wat hier gereden? Wat hier? Op de minuut, hè? Oh, jezus. Half en half rustig. Hier, easy. Goed. Nee, betere stuurwerk. Ik vind het niet zo sterk verhaal, eerlijk gezegd. Ja, oké, kom weer. Dit is mooi hoor. Onder het Fly Emirates bocht hebben. Die heb je niet als je een race hebt. Daar zei je maar netjes, beter. Slechter! In halverwege de afscheiding. Dan heb je helemaal te lang sluiten. Dit is een final lap, je kan deze gewoon winnen. Oh. Man, kan gewoon. Eigenlijk niet, maar... Kijk, het ging nog wel, hier. Kijk, nu terug. Kijk, als je hier met half gas een beetje doseren zo. Ja, hier, nee, ik kan niet... Nou, dit is niet heel slecht. Ja, hier kan ik al iets meer... Ik heb gewoon met doseren, hier. Ik kan hier al iets meer de bocht doen. Ik heb nog wel echt doseren. Lewis heeft je dadelijk, hè. Je moet niet meer doseren. Niet te pakken. Lekker voor curl.
is on the ragged edge of retardation. Punt hem, punt hem! Fucker! Outbreak! Ja, ja, nee, slecht. Op zich moet ik hem hebben. Maar die heb je niet. Moet ik fucker! Gewoon. Nou, ja, dan moet ik de trekpunten. Gewoon dan gewoon hem af, forceer hem af. Ah! Gas die erin, gas. Zo, nu kan hij niet langs. Verdedig, verdedig. nu heb je het wel, hè. Oh, hey! Wat een fucking mongel! Rosberg kwam ook nog. Spoel door, het ging nog best wel goed in de laatste. Je had een keihard verdedigd. Ja, vent. Vol gas, hè. Al zitten we samen te bed. Hm? Komt u weer. Outbreak hem. Ja, rem. Goed. Ja, ja. Oh, overstuur. Vunzig, zeg. Gewoon naar het sturen van de parabolica hier. Nee. Nou, iets is terug hier. Nee, nu zit een break. Dat is veel kutter. Maar nooit break nog niet. Dat is kut. Ik hoor de twee Mercedes al langs. Doe je maar. Een beetje breken. Ah, zeker. Nu een beetje breken. Goed zo. Voorzichtig, die gasten op. Kijk. Zicht. Zo, lastig. Ja, dat is wel. Ja, dat is spannend, hè. Spannend. Ja, beter. DRS open. Kijk goed. Ja. Je hebt hem niet, hè. P7 of zo. Not good enough at all. Zie ik, hè. Dat is niet gebeurd. Oh, je had het niet vaak zeggen. Oh, die 5 seconden. Maar eindelijk had je begonnen, hè. Met het rijkunst van het laatste. Twee laps, als je mij eigenlijk gewoon won. Ja. And I have to wonder, Anthony Davidson, just what set them apart from the competition here. Well, I think the track conditions just really suited their car today. There's often another wind, track temperature, you name it. These cars come alive when the tires are just at the right temperature. So the more easily you keep them there, the better your race tends to go. And that's exactly what happened. What a realistic car just looks so comfortable out there. And here are our few drivers today after that excellent race. They've excelled here as they so often. Komt de Rosberg dadelijk. Dit in Italië, hè? Zoek je helemaal nergens. Zo classic dingetjes die typisch zijn voor de coureurs. Nee, dat is niet. Dat, want Lewis die gooit op met de beker. Ja, altijd. Hop. Zit hij dat hier hoor? Nee. Dat heb ik niet zeker. Hij heeft dat niet gedaan. Ze doet het zo, hè? Dan pak je beker. Zo. Lewis Hamilton takes over the lead of the drivers' championship after an excellent result. Maar wat ik eigenlijk wil zien, Davidson, who was your driver of the day? Well, it's a difficult decision for sure, but I'm going to say Pascal Wehrlein. We've been seeing his talent elsewhere for a while now, and it's good to see him making the same kind of impact in Formula 1. That's it for today's Grand Prix, and from fans van Wehrlein dan. Nee, kijk. Kijk gewoon wie de meeste plaatsen omhoog is gegaan in de grid en daar geven ze een track of the day aan. Ja. Wel Wehrlein, die is niet zo erg veel gezegd. Erg veel gezegd. Goed. Hoe heet het circuit? Monza. Dit is met de Ragged Edge of Retardation. Ik vind dat een mooi film. Dit is het Monza, hè? Dan kijk hoe het echt moet. Waar nog de echte auto's? Ik een andere, hè? Oh. The ragged edge of retardation. Brilliant traction, heading into the Curva Grande, about 150 miles an hour already, 180 on the exit, 210 before he gets down to the second chicane in the shadow of the canopy of the trees. Heavy braking then, down to about 70 miles an hour, neatly balanced on the curve, the two Lesmos ahead, 100 miles an hour. Lesmos, kijk, hier kan bij jou de hele tijd fout. Kijk dan, hier, oh, bijna de grens, hè, met een randje. Hier ook weer. Wow. En neemt echt alles mee, hè? En je ziet hoe die moet, hè? Maar echt super snel. En hier gaat hij al gas geven. Kijk dan. Vet circuit, ja, super snel.
Temple speed heet het, hè? Vroeger hadden ze een gecombineerd speed. Dus had je dus deze lap gecombineerd met een oval. Dus dan had je één rondje had je die oval helemaal rond. En dan ging je dat circuit op. En dan had je weer die oval, want dat was in één lap. Ja, ja. Nee. Ja, maar North Lap zit er niet in. Dat was Project Cars. En niet met een F1 nodig. Nee, we doen gewoon even F1. Even F1. Ben ik gekomen, niet? Kijk op. Monaco Grand Prix. Monaco. Ik heb een keer met Tim op Monaco te karten, dat was ook wel lachen. Gewoon van die zware karts. Die gaan dan ook wel lekker hard, die rijden op 200. Ja, Monaco is best wel een geschikt circuit. Met F1 auto is het lachen. Zeker gewoon, nee, dat is een fucking kut circuit. Ja? Super moeilijk, ja. Maar ja. Heel wat, dat wil ik niet zien, daar heb ik geen zin in. Dat is verschrikkelijk, dan kom je zo vaak in het replay. Dat is eigenlijk... We gaan het toch doen. Nee, doe het niet! Dat is fucking kut! Echt, ik vind dat een kutter dan Monaco. En er zijn fucking veel van die 90 graden bochten echt. Dat is echt een hel. Maar dit is ook, gaat ook naar donker. Bahrain is best wel een flowing squeeze, China ook. Spanje. Maleisië ook. Menna. Rio Haryanto. Race, non-qualifying. Die practice nog een keer meteen race in. Ja, maar die kent de baan niet zeker, hè? Doe maar practice. Nee. Wat nee? Okay. Gewoon een paar rondjes. Ik kan niet gewoon droog die sessie ingaan. Trouwens, heb je bij Monza ook gedaan. Is dat? Ja. He's on the ragged edge of retardation. Maar dan heeft hij een kleine lok op zijn rechterhoek. Weet je dat hij een nep gehaald heeft? Zo mooi dit. Zo mooi. Als die aero. Die aerokanalen in dat chassis, dan zie je echt die luchtlagen zich rond dat chassis vormen. Om die downforce, om echt die auto op het asfalt te duwen. En dit is magnifiek. Dit is Jan-Jaap van der Wal. Ik weet dat ik toch best wel tevreden ben met hoe ik er net... Soms kijk ik eten zwaar, hè? Strapap zo. Straap zo, kom ik eraan. Ik heb alle Sainz in beeld. Sainzki. Zag ik echt ziek uit, die Sainz. Ziek? Ziek, ja. Ja, die mensen zien er echt enorm ziek uit, eigenlijk. Ja, als je dingen ziet hier. Fiat. Echt veel uit. Ja, echt. Die mensen zijn echt niet normaal. Gaat ze. Nu heb je dus die run-up bij, ja, dat had je in Baku niet. Sick of fang. Ja, als je dan rechts om de lens ziet, dan een oranje balkje. Dan kan je deze DRS beschikken. Maar je bent al bijna bij de break van 105 meter toch? Heel hard, hè, met een vol erin gooien. Je denkt, ah, lekker afzijden, dit is mooi. Ja, zo moet je eigenlijk. Dus je moet je wel afzijden. Sluiten. Zooi! Niet meteen vol op het gas zagen. Het is een beetje stuiten, kunnen we mensen hier. Niet meteen vol op het gas, we moeten er nog op. Dat doet hij wel. Dan begint hij alweer een tankslepper van te denken. Hij houdt hem. Hij houdt zijn kaart niet. Ik heb nog een derde versnelling hier. Precies de goede sneller hebben. Veel curves meenemen. Maar het gaat wel interessant worden. Ik kom bij de lastigste braking zone in de Formule 1 kalender. Het is heel lastig om hier geen lock-ups te krijgen. Nee, daar heb je staan. Dus je hebt geen zijn. De service road op. Dat is een braking zone die steeds scherper naar links afbuigt. Dus te laat beginnen met remmen en dan lok je zo de keihard op. Ja, ben je weg. Zo kun je met dat ook weer. Dus track is dat is een... Sorry.
Teleurstelling. Sorry. Janto! Oh nee, Fio. Is er nog iemand te kijken? Nee. Man. Ik begin het wel een beetje te leren met de toezeren, Frans. Ik zie het al. Ik ga beter. Leres. Oh, Harianto! P. E. Goed, er zijn wel pas twee mannen die het tijd hebben gezet. En de andere is gepiat. Nou ja, het is wel Harianto. Ik zie mannen. Mannen, sorry. Te laat gaan, denk ik, hè? Waarom niet even? Ken het. En je wordt van een hond, die is ook echt. Ik dacht van, je wil er niks meer mee te maken hebben met de naam. Die hebben gewoon een auto van een loting gepakt, die hebben zich heel gespoord. Die zei, ze hier hebben een auto. Dat is gewoon echt dezelfde auto. Hè? Als ze van de loting zijn, dan heb je zo'n auto van een naam. Super. Snij hem af dan. Ja, je hebt een purple first act, dus ik heb hem als. Easy. Ja. Oeh, nou heb ik niet heel goed. Heel weinig mensen. Dat is heel slecht. Dat is heel slecht. Heel slecht. Heel slecht. Had je gisteren opgekeken bij Austria? Ja, deels. Dat was een mooie race, vond ik. Een andere strategie dan de rest. En opeens kwam die virtual safety car. En ik hop de pits in, had ik van geprofiteerd. Daar had ik best. Limits. Ja, op de limit, jongens. Komt ie, ja? DRS. Ik ben het DRS al uit de tegen. Kom. Jezus. Ik heb uit de handen. Nee, de hele tijd. Maar kijk, ze viel hem erin een beetje. Dan kunnen we aan de race beginnen. Boah. Dat doen we gewoon. Wil je wel in de race staan? Dat werkstel ik. Mag ik hem nog één keer doen dan? Nee. De werkstel ik, dat is... Dat wordt nu modus operandieerd. Die hem zelf terugzet in een garage. Dat is een bekende plek, ga je niet zien dat. Ja, die Yamamoto die moet maar stoppen. Yamamoto! Kijk, die nog niet, die Nebsberg. Wie? Die Nebsberg. Nee, die moet wel een beetje.
welcome from the Bahrain International Circuit here in Sakhir, where the drive we're almost ready to go then, and this Oh, de koppeling. Ja, je kan even de sessie herstarten, hè. Je wist dat er zeker nog niet. Doe maar even gewoon een restart session. Nee. Is dit de start? Nee. Nee, dat is geen start. Want bij Project Cars wel. Dan kun je hier is dan de start, de uitzetten. En dan is dit komt via contact. En dit is dan starten. En dit is dan de ruitenwissel. Boah, dat is goed. Nou. Maar wat het dus is dit is de koppeling. Vasthouden, gas geven. Ja? En loslaten zodra die lampjes uit zijn. Kom op, nu. Bram, kijk af en toe, zeg. Ja, er is iemand te kijken. Is dit er nu? Eén? Ja, dat is een man. Fucker! Don't shout there, fucker. Oké, ik zeg het nog één keer. Dus je doet deze vast, dan is je koppeling. Ja, ik weet het, man. Maar ik de gas en laat je de koppeling los als de lampen uit zijn. Ja? Oké. Okay. Ja. Zo. Hey Bram, goeie kerel. Leuk vent. Dat was een reactie, hè? Nou, oké, ik kom daar alleen. Met de twee Arianto's hierachter kwamen de twee manners. Arianto had weer al. Oh, twee manners liggen eraf! Oei. Daar zal de teammaas niet blij mee zijn. Maar de sabers hebben ze in ieder geval wel te pakken. Kijk eens hier, er wordt gereplayed. Twee sabers. Palmer is nu het volgende target om uit te schakelen. Palmer nu. Oh, Palmer duikt naar binnen. En kijk eens wat een gigantische actie hier. Daar gaat hij toch wel een af en toe een paar illegal overtakes. Nee hoor. Oh, de Ferrari heeft vast te pakken. Wat een megastart hier van Rio Arianto. P7. Best op Arianto Toshida. Perez nu in de vierde. Perez al achter de Ricciardo Vettel. Allemaal gaan ze op de last bij Arianto nu op de podiumpositie. En met een vet alleen in twee Mercedes'en. Is dat misschien nog mogelijk? Ja, die... Frank die heeft natuurlijk ook gewoon een Mercedes motor. Ja, dat zeg je nu wel, maar kijk, die Mercedes motor die is maar zo sterk als een Mercedes motor. Maar je hebt ook nog een chassis nodig, een chassis. Kijk, mijn manner is gewoon uitermate kut, want dat weten we allemaal. En ja, kijk, die aero die erop zit, ja, die hebben ze een beetje in elkaar geflanst, een paar stukken hout in de schuur. Ja, daar komt daar eigen race mee binnen. Nee, dat klopt helemaal, Frank. Nee, we zijn nu terug bij Arianto, die had even een replay gedaan. De Mercedes die krijgt inderdaad niet te pakken. We rijden op sector 2, de moeilijkste bocht op de F1 kalender. Kan die hem aanremmen? Nee, dat viel tegen. En kijk meteen die proximity arrows. Vettel, Ricciardo, ik zag verschillende neuzen langskomen. Het is Ricciardo team. Maar dat, kijk daar, Vettel in zijn kielzak, dat is ook mooi. Hè? Die twee battelende campanen. Kijk hem hier in de binnenspiegel, daar komt hij al de bocht op afgesneden. En er wordt getwagger gestemd, maar de positie voor Jan is de P3 voorzorg zonder penalties. Dus we rijden hier op een podiumpositie, dames en heren. Als we niet zo gevlakt worden, zonder Jan gewoon het podium. Zo gek kan het zijn, maar de race is nog lang niet afgelopen. Jan heeft een trein achter zich. En met een tankslap hier af en toe en een frustratieschreeuw uit de cockpit, hebben we hier nog lang geen einde in zicht. Met de replay in de tweede sector alweer. Tactic 3 is nog niet bereikt in de race. We gaan weer terug in onze analist Frank. Ja, wat denk je dat we de Red Bulls hier kunnen doen? Nou, Red Bulls, die zijn natuurlijk uitermate goed. Kijk, een bocht die kleiner weg, Mercedes. Ja, kijk, natuurlijk ook. Maar Red Bulls zijn echt klats in hun eigen. Maar ja, op rechts stuur, kijk, die leven natuurlijk ontzettend in met die Renault-Tac Oil motor die ze achter hebben. Dus, ja. Dus, op een gegeven moment ziet die mannen het gewoon snel. Dus, ja, kijk, als hij me hier achter kan houden, wordt eigenlijk heel lastig blijkt voor hem. Kijk, deze bocht. Ja, daar heeft hij elke keer wat moeite mee. En, dus kijk, en nu komt die Mercedes-motor echt helemaal los.
Dat is helemaal waar, Frank. Want we gaan nu inderdaad naar het rechterstuk toe. Kan in deze bocht nog de Red Bull van Daniel Ricciardo achter zich houden? Het is voor de tweede lap van de race. Maar altijd belangrijk om gewoon achter zich te houden. Hamilton zet Fastest lap neer. Dat is geen verrassing. Maar wel de Fastest third sector door de manager hier. Dat is opvallend hoor. Ja, dat is toch die motor, hè. Dus, nou, dan wordt hij te laat geremd door de manager. Ja, misschien dat hij iets gaat afsnijden. We weten niet. Rosberg rijdt daar. Ja. Hij wordt afgesneden. Het gas wordt vol ingedrukt. Iets wat hem afgeleden zijn in zijn lessen bij de circuit. Ah, hij doet het toch weer hoor. Hij houdt hem gewoon. Ja, en dit is een lastige bocht. Hè. Je kunt er heel veel lijnen rijden. Kijk, het is een heel breed stuk. Maar ja, doe het maar eens. In de drie. Ja, inderdaad. Dat zou ik ook doen. In de drie. Gewoon lekker. Lekker drie houden. Goed, goed. Ah, kijk. Purple Sector. Dit zien we graag hoor. Van Rio Arianto. Dit is echt het rijgedrag wat hem in Indonesië ook is bijgebracht. Hè. Echt die kartschool daar. Zien we nu hier gewoon terug. Dat hij echt gewoon een potje kan sturen. En daar komt hij de... Oh, daar, nee, tankslapper. Frank, hoe ontstaat er eigenlijk zo'n tankslapper? Nou kijk, dat is heel simpel. Kijk, als jij het bocht meteen het gas gaat, dan duidt hij zonder de kant op. Als jij dan meteen weer de gas induwt, dan vallen we de stuur omhoog. En gaat overcorrigeren, wordt het alleen maar erger. Dus als jij de gas niet loslaat, dan eindigt dat onverhoop in een crash. Nou, dan weten we dat ook weer, lieve vrienden. We zien dat Arjan inmiddels een lekker gat heeft getrokken tot de nummer 4. Vettel, dat doet ons deugd. Oh, en het gat op de Mercedes is gesloten, dames en heren. Nee. Het Rolex-bord, dat moet het wel ontgelden. Maar de Mercedes, die liggen hier in het vizier van Rio Arianto. We hebben een exclusief onboard interview voor u met Rio Arianto. Dat gaan we op het rechte stuk doen, heb ik me laten vertellen, want dit is een technische bocht. Zit hij meteen eens afgeleid door de microfoon die nu in zijn cockpit is gehangen. Daar kan hij niet zo goed mee omgaan. Dus ja, we rijden nu naast hem in een safety car. En zo meteen smijten we dus die microfoon zijn cockpit in. Dit is een vrij ruime racing line. Is ook niet sneller trouwens. Beetje track extending, hè. Dat moet kunnen af en toe. Niet te veel. Maar ook zeker niet te weinig. Kijk, doe er die voordeel mee. Kijk, Rolex bordjes, die mogen gewoon kapot. Kijk, en hier heb je weer, als je overstuur aan het Rolex-bord. Ja, ik zag hem al sneuvelen hoor. Ik zag hem al sneuvelen. Man. Ja, deze wordt relatief vaak gereplayed. Moet eigenlijk even een eind breien in deze bocht. Ja, ik zit niet meer lekker met die voeten. Arianto hier. Arianto wil zijn pedalen verstellen. En inmiddels rijden we... Yes. Dat was Arianto. We komen zo bij u terug voor het interview, want hij zit helemaal niet in staat het interview te geven. We gaan even naar zijn teammate, Pascal Wehrlein, die rijdt rond op P20. Ja, die had niet zo'n goede start. Pascal, hoe kwam dat nou eigenlijk? Wat zei hij? Pascal, wie kwam dat eigenlijk, dat ze zo'n slechte start hebben gehad? Oh, dat was de Rio... Oh, dat was de Rio Arianto, ja, die had met een start verdacht. En ja... Ja, ich bin eigentlich auch ein bisschen belgisch, ja, so das hört man zurück in meinen Akzent. Aber der Rio, ja, der hat einen Bubenstart gehabt und dann war ich draußen gedrückt, war durch, hat gemusst für die Zahl Saubers. Und hatte gar noch keine Renault, zurück musste, da durch musste lassen, ja, das ist meine Race eigentlich schon, aber vielleicht könnte ich eine Interküt machen, dann könnte ich der Rio noch überholen. Es tut mir leid, Pascal, es ist eine 3-Lap-Race, so da sind keine Pitstop. Scheiße. Dus dat was bij Rio weer aan boord. Hij heeft een slechte start gehad, heeft een manager door moeten laten, of lang moeten laten, maar een Renault. Allebei van heeft hij ook nog eentje achter zich trouwens nu. Hij rijdt tussen de Renaults en de manager in. En ja, we zijn nu Rio Arianto op het rechte stuk. Oh, het is voor zijn mensen. Oh, hoe zijn mensen voor de vlieger? Oké, we hebben de microfoon weer uit de cockpit getrokken, want ik heb niet meegekregen dat we geen tolk hebben. De Arianto probeerde nog een dive-bomb te doen op twee Mercedes, die mislukte echt kansloos. Maar hij zit er nog steeds achter, dus hè, misschien zien we nog een avond. Dit is de laatste lap van de race trouwens. Nee, 2. Wat is hier mogelijk, Frank? Ja, zeg het maar, kijk, de Mercedes die rijden gewoon, die zijn natuurlijk wel, ja, daar ben je tussen aan rijden, dus
Kijk, en dan denken ze zo'n Ariant voor de overheid niet voor te vrezen. Maar ja, zie je nu toch dat Rotberg, die heeft me gewoon langs gelaten. Dat mag gebeuren. En kijk, Lewis is altijd echt, hè. Dus Lewis die zal hem echt niet langs laten, ook niet via de gridbak. Maar P2'tje is eigenlijk zeker makkelijk. En Rosberg die zit gewoon net aan het slapen. Rosberg laat hem lopen. En kijk, Arjan Toot die rijdt gewoon langs. Dat zien we hier inderdaad gebeuren. Maar terwijl je dat zegt, Frank, zien we toch Rosberg weer langskomen. Want Arjan Toot heeft erg veel moeite met het einde van deze eerste sector. Nee, sorry, dat zei ik verkeerd. Dit is het einde van de eerste sector. Het begin van de tweede sector. Dat begint hier. Hier beginnen we de tweede sector. Ja, en nou, kijk, nu doet hij het mooi met deze. Nee, hij gaat weer te vroeg op het gas. Hij krijgt een tankslepper. Dat was live cockpit. Ja, kijk. Hij moet gewoon even eigenlijk Hamilton volgen. Gewoon dat tempo aanhouden. Niet proberen hem in te halen, want dat gaat eigenlijk lastig zijn in deze sectie. Zeker met de downforce die Mercedes wel heeft en de Harianto niet. Je moet gewoon even rustig zijn. En ja, daar is een time penalty. En die moet hij niet hebben, want dan raakt hij zijn podiumpositie onherroepelijk kwijt. Hij rijdt nog op een podiumpositie. Die mag hij eigenlijk niet afgeven. Zou je zeggen. Het zou het eerste podium zijn voor de heer uit waar ze vandaan komen. Van Manor Racing. Arjanto begint een beetje desperate te worden daar in die cockpit. Hij weet het zelf ook niet meer. En dit is een lastige sector hoor. Dit is een lastige sector. De middelsector is vaak de scherprechter in de Grand Prix. Hier probeert hij nog een dive om te plaatsen. Maar daar heeft hij multiple warnings. Dus ja, dat was een divebomb die hij beter niet had kunnen doen. Hier zijn allemaal penalties. Dus ik zou hier replayen. Dat doet hij. Hij kiest eieren voor zijn geld. Laat die Engelsman hier gewoon lopen. En kies eieren voor je geld. De man uit Indonesië moet erg voorzichtig zijn met Hamilton hier. Die daar een lokken pakt. Ik zag wel wat rook achter de auto. En de Mercedes is voorbij. De Mercedes is voorbij. Race. Winst. Ligt de lonken voor Rio Arianto. P1 voor de Indonesiër. Die hier een ruime bocht neemt. Hou zo op. Dit vindt hij heel goed, dus laat hij nog een paar keer zien. Rio Arriando, nu moet hij wel gaan remmen. Dit is een lastige bocht voor hem geweest, altijd. Ook deze sector, het einde van sector 2, is altijd lastig voor hem geweest. Deze bocht, met name de Rolex bocht noemen we die, want daar is de Rolex bocht nog een paar keer gesnuffeld. Hier moet hij ook erg voorzichtig zijn met het gas. Voorzichtig, hij remt zelfs, dat mag niet gebeuren. Hij punt zichzelf van de track af. Stop. De Rolex bocht, voorzichtig met het gas, niet remmen. Voorzichtig met gas. Hij draait de gaskan dicht. Maar Lewis Hamilton, kijk hem. Hij is aan het kijken. Hij moet die bocht niet zo ruim, niet zo krap nemen. Dit is een beetje dramatisch. Maar nu moet hij die bocht wel even aanremmen. Dit is niet een racing line. Hij negeert volledig de racing line die in beeld zijn. En Lewis Hamilton, oh, hij heeft moeten remmen. Ja, dan komt er de laatste bocht aan nu. Rio Arianto gaat hij het maken. In de laatste bocht, dit is commentator nog meemaakt. Lul hem weer. Ja, daar komt hij hoor. Rio Arianto. Oh nee, de Mercedes, ze komen langs. Zij. V2. Hola. Oh nee. Hey, dit was mijn... Hij is aan het juichen. Laatste bocht van Rio Arianto. Commentator nog meemaakt. Lul niet meer. En daar komt hij hoor. De Indonesiër in de laatste bocht. En de laatste rechte stuk. Straatwist! Oh, het is sushi. Sushi, u hoort het, hij heeft zin in sushi. Oost-Azië is allemaal hetzelfde voor Rio Arianto, daarom praat hij ook gewoon Japans, zoals u hoort. Kijk de menig die zie je hem al uit. Met die neus. Is 20 stuff. Real line. Yeah. And I can see our drivers making their way out now. It's cool. Been a combination of a huge amount of effort. Manor Racing, are your winners today?
Dit zit helemaal niet. Dat kan toch. Hamilton die klap van je hand, dat kan toch niet? Jongens. Jongens. Daar zijn we mee bezig. Een agressieve jongen. And after this round of the World Championship, here's how things look in the driver's table. Rio Haryanto takes over the lead of the Drivers' Championship after that excellent result. Moving on to the driver of the day then, Anthony Davidson, who would you go for? I'm giving driver's day to Rio Haryanto. He's pushed and pushed and he's found some fantastic performance. It was an absolute pleasure to watch today. After all that excitement, it's time for a lie down, I think. Thanks for joining us and goodbye until the next race. Het leuke van Portugal is dat je allemaal verschillende auto's hebt, dus dat gaan we nu even doen.